Yo mensen, Jaraske hier en welkom bij weer een nieuwe random Yara Clash aflevering hier op mijn kanaal Jaraske Gaming. Dit was natuurlijk de clash van de vorige aflevering. Als je die aflevering nog niet hebt gezien, staat die natuurlijk in de beschrijving. Maar in deze serie laat ik Call of Duty Ghosts een clash voor me aanmaken. Daarmee joinen wij een team netmatch op een kill confirmed potje. En dan proberen we nog eens een challenge ermee te halen. Dus, Call of Duty Ghosts, gun mij alsjeblieft een goede clash. Zo niet, dan word ik boos op je. Want de vorige clash, je ziet hem hier nog staan, de FPS shotgun, dat was echt gewoon, dat was drie keer niks. Dus, kom op man. Go! De FAD, yes! Dat is op zich een chill wapen, de FAD. Oftewel de FAT natuurlijk. We mogen attachments ervoor uitkiezen. Ik kies gewoon random shit. We kiezen de grenade launcher, gewoon omdat het kan. En we kiezen de thermal sight, gewoon omdat het kan. Oké. Okay. Dus, we hebben de FAD aanstaan met de grenade launcher en de thermal scope. En als perks hebben wij... Oh shit! Ik kan de grenade launcher niet opzetten, want dan kunnen we de perk Deadeye niet meer, wat we normaal gesproken wel hadden. Dan moet ik even de... attachments veranderen naar de... We pakken dit wel een keer. De flash suppressor. Want dan heb je natuurlijk helemaal niks. En dan zetten we Deadeye weer aan. Want die hadden we natuurlijk net aanstaan. Oké. De clash is weer compleet. Dus. We hebben de FAD aanstaan. Met de thermal sight en de flash suppressor. En we hebben als perks ready up. Sneller inzoomen naar sprint. Slide event. Sneller reloaden. On the go. Reloaden terwijl je aan het sprinten bent. Kutzooi. Amplify waardoor de enemies harder kunnen horen lopen in onze headset. En Deadeye waardoor onze kogels sterker worden in... op het moment dat je net inspant, 20% van de gevallen. En we hebben natuurlijk als strijkpacks Assault aanstaan met de Setcom, de Battle Mind en de Maniac. Hiermee ga ik een potje joinen. Ik zie jullie zo meteen als we in een potje zitten. Als je deze serie leuk vindt, laat dan natuurlijk meteen een duimpje omhoog achter. Dat helpt mij enorm, want 1000 likes is ook meer. En tot en met zometeen in een potje. Alright boys, we zijn in een potje gekomen op de map Unearth. Natuurlijk de remake van de map Dome. En we gaan dus spelen met deze clash die we net hebben aangemaakt. Ik zal hem nog heel veel snel laten zien. Teruggezien. Ja? 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 Oké, mooi. Dan gaan we spelen. We gaan natuurlijk kijken of we de challenge kunnen halen. Want de challenge is, haal minimaal 10 kills in jouw maniac scorestreak. Het probleem is alleen dat ik natuurlijk eerst de maniac scorestreak moet halen. En dat is nou net redelijk irritant. Want... dan moet ik natuurlijk wel een streakje kunnen gaan neerzetten. Dus, we gaan gewoon kijken wat we natuurlijk kunnen gaan verrichten. Daar is de setcom in ieder geval. En dan komen er nog drie aanrennen volgens mij. Of hij komt nu in mijn rug. Ja, dat bedoel ik. Ik hoorde hem al aankomen. En ik dacht, even wachten. En dan komt er nog een man. Wacht, zet eerst die setcom even neer, Jan. Er komt er hier nog eentje via de bunker. Natuurlijk, als je nog de map Dome speelde, was dit de bunker. Alleen, ja, hij gaat hier aankomen, jongens. Ik wil niet heel veel zeggen, maar... dat bedoel ik. Hij zat me op te wachten. Ik hoorde hem al de hele tijd lopen, maar... shit. Uh-oh. Ik weet nu niet meer waar ze zijn. Ik moet er zorgen dat ik die maniac wel haal. Want anders kan ik natuurlijk nooit 10 kills krijgen in het maniac pakje. Alleen nu zit ik opgesloten. Want mijn setcom staat nog in de map. Alleen. Ik heb geen flauw idee meer waar ze zitten allemaal. Uh-oh, ik heb per ongeluk geschoten. Dit was dom. Dit was heel dom. Ik heb per ongeluk geschoten. In jouw rug, teammate. Ik heb hem voor je. Ik heb bijna de Battlehind, man. Als ik die ducktack oppak, heb ik de Battlehind. Geef me die ducktack. Yes. Oké, nu alleen nog de Maniac. Volgens mij nog één kill ervoor. Ja, nog één kill. Nog één kill. Let's go, Maniac is binnen. Oké, nu moet ik hem dus inroepen. Dan moet ik hem pakken. En ID! Oeh, hij is verdwenen, dankjewel. En dan moet ik er nog eens 10 kills in maken. Ik hoef het niet in één Maniac te halen. Ik kan ook deze Maniac inroepen. En dan in de volgende Maniac, zeg maar, nog 7 kills halen. En deze Maniac bijvoorbeeld 3 kills of zo. En... oh, wat? We gaan even beestie. We staan gewoon 15-0. Oh my god, we gaan hier even goed. Holy shit, balls. Dit was een heerlijk beginnetje, jongen. Zo, ik haalde een triple kill, gek. What the heck? Dat haal ik nooit in Call of Duty Ghosts. Zo, de knetter, man. Ik heb die M-tar van de grond afgepakt. Dat mag natuurlijk gewoon in deze serie als ik out of ammo ben. En dat ding is chill. Holy shit. Dat wist ik wel, dat de M-tar natuurlijk chill was. Maar ik heb nu Deadeye er ook op staan. En door die Deadeye worden mijn kogels natuurlijk een tikkeltje sterker. En, oh, ik heb nog een Battlehound. Ik moet snel die Maniac gaan inroepen. Maar er staan hier allemaal... ik heb alweer de Maniac. Ik heb hem gewoon nog een keer. Kunnen we een campstrike halen? Zullen we gewoon proberen om een campstrike te halen, jongens? Fuck alles. We gaan gewoon proberen voor die campstrike. Dan moet ik nu niet doodgaan, natuurlijk. Als ik nu doodga, is het ook een beetje raar. Maar we gaan even kijken of ik ze kan backriepen, man. Nee, oké, dit gaat niet goed uitpakken. Want ze lopen hier allemaal... dit gaat niet goed uitpakken. Ze lopen hier allemaal voor me nu, man. Ik weet niet op hoeveel killstreak ik zit ook, dus... nu wordt het een kwestie van een mentaal spelletje. Ga ik erop afrennen of niet? Ah, shit zo. Ik dacht, zal ik wachten? Nee, ik ga erop af. En net op het moment dat ik erop afren, staat er een enemy voor me. Maar dat maakt niet uit, man. We hadden bijna volgens mij de cam. Ik weet niet hoeveel we zaten. Ik denk 18 of zo. 18 zoiets. Ik heb geen flauw idee. Ik heb niet geteld. Dus dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ja, nu moeten we natuurlijk doorgaan. Ik moet nu mijn maniac oppakken. En dan moeten we dus minimaal 10 kills in maken.
Het hoeft niet in deze Maniac het geval te zijn, maar het kan natuurlijk ook in twee Maniacs het geval zijn. Dat ik nu zo meteen doodga, dat ik nog een Maniac haal en hem daarin probeer te halen. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat ik hem zo snel mogelijk haal. Dus kom op man, ik heb al zo lang niet meer in het ding gezeten. Toen Ghost net uit was, zat ik altijd in het ding. Maar ik heb er nu echt al zo'n lange tijd niet meer in gezeten. En de helft die wordt niet gegenerated in het pocket ding. Dus op het moment dat je geraakt bent en je bent dus bijna dood, dan wordt je helft niet meer gegenerated. Dus dan kan je zomaar in één keer natuurlijk doodvallen. Even die setcom neerzetten, want kijk, ze lopen hier. Ze gooien allemaal troep hier neer. Oh shit! Oh, zie je? Ik was al bijna dood. En dan ga je gewoon in één keer dood, man. Oké, ik ben de tel kwijt. Had ik 4 kills? Ik ben de tel kwijt. Shit! Hoe kan ik de tel nou vergeten? Wat ben ik nou voor retard? Volgens mij had ik 4 kills. Ik weet het eigenlijk wel zeker. 4 kills. We gaan er gewoon vanuit dat ik er 4 had. Ik weet het niet, man. Dus dan moeten we er nog 6 maken. En oh shit, mijn teammates lopen elke doctek op te pakken. Geen doctek te pakken, jongens. Ik moet nog een juggernaut halen. Of een maniac. Hoe heet dat ding? Ik heb geen flauw idee. Geen doctex te pakken, jongens. Stop, alsjeblieft. Je moet eigenlijk voor de objective spelen als je Call of Duty Go speelt. Maar niet als ik een challenge probeer te halen, man. Kom op. Alleen maar assist. Niet die doctex pakken. Laat hem liggen, laat hem liggen, laat hem liggen. ID. Au, ID op mijn kop. Okay, let's go. Geniet die doctex pakken, loop eromheen. Ja, ze pakken allemaal die doctex op. Ik pak ze niet op, maar mijn teammates pakt elke doctex die ze kunnen vinden, pakken ze op. En dat kan niet, jongens, want dan is het potje al meteen afgelopen. En dat moet niet. Het potje moet niet afgelopen zijn, jongens. Kom op. Ik deny een kill, dat mag natuurlijk wel, maar. Een doctek oppakken, dat mag niet, jongens. Oh, 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 oh. Rustig aan. Oké, okay, ik heb je ook nog. Let's go. Ik weet nu niet meer waar ze spannen. Dus nu is de kwestie. Acties, acties, acties. Ze lopen allemaal hier binnen, man. Oké, okay, let's go. Even hier blijven wachten, want er lopen er nog meer namelijk. Ja, zag je hem zitten? Zag je hem staan? Oké, okay, let's go. Ik moet mijn juggernaut nu halen. Ik moet nu mijn juggernaut halen, anders heb ik geen tijd er meer voor. Het moet nu, nu of nooit. Nu of nooit, nu of nooit, nu of nooit. Ik moet nog een halve kill voor mijn helikopter. Die heb ik nu. En nu nog een halve kill voor mijn juggernaut. Ik pak gewoon de doctek op. Fuck it. Oké, okay, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Nu moet ik hem inroepen en dan moet ik nog 6 kills erin maken. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. We staan 42. We staan wel heel erg goed. Maar kijk die doctek. Nog 5 en dan is het potje erop. Nog 5. Nee, 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 nee. Stop met doctek te pakken, jongens. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En deze vat is echt super chill, jongens. Als je nou nog een leuk, raar wapentje wil die niet zoveel mensen gebruiken, pak de vat een keertje. Want dit wapen is echt chill, kom ik nu achter. Holy shit. Geen doctex oppakken, geen doctex oppakken. Ik moet kills krijgen. Nog 6. Nog 6, nog 6, nog 6. Maar waar zijn de enemies? Die gaat er bovenop. Shit, ik moet erachteraan. Ik moet erachteraan. Go, 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 go. Maar als ik hem knijf, nee. Ah, nu pak ik zelf de doctex op. Shit. Als ik hem knijf, dan pak ik automatisch de doctex op. Kijk maar. Dus ik kan hem al niet meer halen, omdat er niet genoeg doctex meer zijn. Shit. Ah, oh, dit is jammer, man. Hé, hey, lekker aan het campen, maat. Hup. Oh, what the fuck? What the heck? Ik kan er nog maar eentje knijven. Er zit een pokje er sowieso op. Ja. Geen 10 kills gehad in mijn Maniac pakje of mijn Juggernaut pakje. Iedereen noemt het natuurlijk anders. Maar ik heb wel 49-4 gehad als eindscore. En we hadden nog een heel mooi streakje neergezet aan het begin van het potje. Een 18-17 streak. Ik heb geen flauw idee. Dus heerlijk potje neergezet. Dat wel. De challenge niet gehaald. Maar alsnog 49-4 vind ik een goede score. 15 tags opgepakt. Mijn teammates daarentegen 23 en 21. Die hebben dus echt gewoon gespeeld om het potje te winnen. Maar ja, zo hoort het natuurlijk ook eigenlijk te gaan. Dat je gewoon speelt om het potje te winnen. Maar soms hoop ik dat ze niet dat doen als ik zo'n challenge bijvoorbeeld probeer te halen. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je nou hebt genoten, geef het nou eens omhoog. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik zeg het 2 keer. What the fuck? What the fuck, Jan? En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.